Deze aflevering van Haaglanden Voetbal Vandaag is mede mogelijk gemaakt door PJH Hoogwerkerverhuur, Total Green Europe, Uniqloop Westland Business Travel en Van der Valk Horti Systems. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Vandaag, met in deze editie. Een uitgebreid gesprek met oud-speler en nu assistent-trainer van Westlandia, Murat Megizrat. Hij speelde betaald voetbal bij onder andere Sparta, FC Den Bosch en Willem II. En kende successen als speler bij Haaglandia. Nu is hij de assistent van Edwin Grunholz bij zondag derde divisionist Westlandia. Tijdens het trainingskamp in Malaga sprak Rob Blankenstein uitgebreid met Murat Megizrat. Murat, is jouw weertje, hè? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel lekker met de zon. Dus je hoort dat in Nederland heel erg koud is. En het mooiste is, ik ben vlakbij mijn land. Dus het is een klein beetje water. Dus ik heb toch wel het gevoel dat ik dicht bij mijn land ben. Ik zag dat je via de weg naar Tanger, dat je daar kaartje kan kopen voor de overtocht. Ja, maar die heb ik al 42 jaar geleden gemaakt, deze kant op naar Nederland. Dus ik ga niet meer terug. Dus ik zit wel goed. Okay. Even naar het fenomeen trainingskamp. Je hebt natuurlijk zelf heel veel meegemaakt. Er wordt gauw gezegd, ja, het is één pot nat. Is dat zo? Nou, nee, ik vind niet dat het één pot nat is. Je bent toch 5 dagen met de jongens op pad. Ja, je gaat toch jongens spreken wat je normaal alleen maar zakelijk meespreekt op het trainingsveld. Je gaat gedrag leren kennen van spelers waarvan je verwacht, denk je van nou, de ene denk je van nou, die had ik zo ingeschat, maar die blijkt zo te zijn. En de ene die heel stil is, die blijkt heel lollig te zijn. Dus ja, je maakt heel veel mee in die 5 dagen. En je bent natuurlijk constant samen. Dus dat maakt het wel leuk. Als technische staf neem ik tenminste aan dat je van tevoren een bepaald plan maakt ten aanzien van zo'n trainingskamp. Heeft Edwin dan zoiets van, Murat, neem jij dat en dat voor je rekening en dan laat ik het verder aan jou over? Nee, we hebben wel de plannen gemaakt. Het moet wel de trainingskamp zijn dat we echt, wat ik net zeg, dat we met de groep lekker bij elkaar zijn. Dat we onze arbeid halen. En er moet natuurlijk ook wel plezier zitten voor de jongens. Het moet natuurlijk geen strafkamp zijn. Want ja, Ed en ik zitten niet zo in elkaar. Er moet natuurlijk wel gewerkt worden. En er moet tijd voor plezier zijn. Dus, is die taakverdeling heel anders als in Nederland? Of is dat exact hetzelfde? Nee, het is niet zo dat ik nou ineens een andere taakverdeling heb. Nee, het is gewoon hetzelfde. De trainingen blijven hetzelfde. Ik heb mijn deel, hij heeft zijn deel. Nou, we hebben zo meteen een wedstrijd, dan pak ik weer mijn deel zoals in Nederland. Hij pakt zijn deel. En op de kamer hebben we het heel veel over voetbal. Alleen wel met een sigaartje en een drankje erbij. Dus dat praat wel makkelijker. Dat wel? Ja, dat praat makkelijker. Even naar jouw carrière als trainer. Nog niet zo lang bezig in die rol. Uiteraard maak je van tevoren voor jezelf een bepaald beeld daarvan. Komt dat een beetje overeen met wat je zelf in je gedachten had? Nee, om eerlijk te zijn totaal niet. Ik was een speler die in het veld wel dingen zelf kon regelen en dat soort dingen. Ja, toen dacht ik ook van ja, weet je, een assistent trainen, ja, dat is ook leuk. Die zit even lekker naast zijn hoofd trainen, die zet even een paar pionnen uit en dat lijkt me wel heel makkelijk. Maar het tegendeel is waar. Het is zeker ook met Edwin. Edwin is natuurlijk een gigant als trainer. Die zit qua IQ ver boven de andere trainers. Ziet dingen heel veel. Is er constant mee bezig. Ja, en die geeft me toch wel behoorlijke taken. Dat ik echt over me na moet denken. Dat ik niet even aan kan komen kakken. En even een paar pionnetjes neer kan zetten. Stelt ook constant vragen. We hebben het constant over de opstellingen. Er gaan mailtjes over neer. We hebben elkaar dagelijks aan de lijn. En het gaat heel veel over voetbal. Dus ik moet eerlijk zeggen. Ik had het onderschat. Jullie vormen een goed duo. Ambitie van Edwin ligt toch duidelijk ook wel, heeft hij al meermalen uitgesproken in de betaalde voetbal. Is het denkbaar dat dit duo ooit samen ergens aan de slag gaat bij een BVO of ergens anders, bij wijze van spreken in België of zo, wat dan ook? Nou ja, dit duo aan zich, dat weet ik niet. Dat zal de tijd leren, maar ik vind wel dat Edwin met zijn voetbalgoochem toe is aan een hogere uitdaging. Het is zijn doel en ik denk dat hij niet... Zeker niet onder zal doen over de bepaalde trainers die in het betaalde voetbal rondlopen. Zeker niet. Wat is je eigen ambitie als beginnend trainer? Ja, dat is lastig te zeggen omdat ik vorig jaar ben gestopt als voetballer. Edwin belde me, ga je mee als assistent? Nou, nogmaals kom weer terug dat ik dacht van nou even pion uitzetten, gezellig met Edwin. Maar
Nee, ik had nog geen ambities, moet ik eerlijk zeggen. Maar je ziet toch vanaf de zijkant het spelletje. Ik heb een goede leermeester. En dat is niet om te slijmen, maar dat is echt ongelooflijk. Hij laat me echt nadenken. Het is echt een goede leermeester. En ambities. Ik, op dit moment is het zo dat ik echt aan zijn lippen hang. En zoveel mogelijk van hem wil leren. En dan zou je toch ooit wel in de toekomst op je eigen benen moeten gaan staan. Dat betekent ook, ik weet niet over welke diploma jij beschikt, dat je meer moet gaan doen om op een hoger niveau te kunnen en mogen trainen. Nou ja, dat klopt. Ik heb in principe TC3 in tweede heb ik heel lang geleden gehaald toen ik nog bij Sparta speelde. Nou, toen was het iets makkelijker om je diploma te halen. Tegenwoordig als ik hoor als je nu TC3 moet halen, heb ik het gevoel dat je gelijk bondscoach wordt. Maar dat is een andere discussie. Maar ik maak dit jaartje nog wel af en ik ben wel van plan om uiteindelijk TC1 te gaan halen. TC1 betekent alle amateurs in ieder geval. Wat dat betreft, denk je dat het voor jou in eerste instantie sowieso je plafond zal zijn? Maar wellicht, als je door dat virus gepakt wordt, dat trainingsvirus, dat je meer wil halen en kan doen wellicht in de toekomst? Ja, maar ja, dat zal de tijd uitwijzen. Ik ben altijd een persoon die stapsgewijs te werk gaat. Je kan me nu eigenlijk zien als leerling. En ik leer heel veel en ik zie ook hoe hij het doet, wat hij doet, hoe hij de omschakeling doet, hoe hij het wedstrijd leest, hoe hij snel een omschakeling kan zetten. Dus het is nou alleen maar stof voor mij. Eigenlijk is het, ik ben een leerling die eigenlijk alle stof opslikt en uiteindelijk zal ik een keer een examen moeten gaan doen. Mocht dat allemaal niet lukken, dan ligt er nog een mooie carrière als assistent scheidsrechter in het verschiet. Want ik zag je gisteren fanatiek langs je lijn wandelen. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat zou me ook wel liggen. Maar ik zou dan niet in de amateurs als grensrechter, want als ik dan publiek achter me heb. Ik moet wel in de stadion zijn dat mensen ver van me af zijn, want anders ga ik echt met je stok slaan. Want ik hoor heel veel mensen altijd heel negatief over grensrechters en scheidsrechters. Maar ja, het is natuurlijk voor die mensen natuurlijk ook een fractie van een seconde. En wij zien dat pas na 4-5 herhalingen. Dus dan is het makkelijk om een commentaar te leveren. Maar het was gisteren even dolletje. We speelden 11 tegen 11. Dus ik zei van, joh, ik ben een hele goede grensrechter. Dus dat was wel even leuk, joh. Een beetje humor. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer. Deze aflevering van Haaglanden Voetbal Vandaag is mede mogelijk gemaakt door PEH Hoogwerkerverhuur, Total Green Europe, Uniqloop Westland Business Travel en Van der Valk Horti Systems.